Een aardappel kan op meerdere manieren gebruikt worden. Als consumptieaardappel, dus om op te eten. Of als pootaardappel, die bedoeld is om opnieuw in de grond te stoppen, zodat er weer nieuwe aardappelen uit kunnen groeien. Pootaardappelen worden vooral geëxporteerd. 60% van de pootaardappelen in de wereld komt uit Nederland. En daarvan komen er steeds meer uit Flevoland. Deze pootaardappelen gaan de hele wereld over. Daar telen ze dan mooie consumptieaardappels van. En daar maken ze dan weer lekkere frietjes van.